Hoi allemaal! Vandaag gaan we bij het massagespel koekjes bakken. Nou, misschien heb je dat de afgelopen weken dat je thuis bent, dat je niet naar school kunt, ook al wel gedaan. En ja, je kunt koekjes natuurlijk in allerlei vormen bakken. We hebben thuis bijvoorbeeld letterkoekjes gebakken, want we moesten ook wat oefenen met hakken en plakken en kleine woordjes maken. En als je letterkoekjes bakt, dan is dat natuurlijk veel leuker om te doen. Dus dat is misschien een idee. Maar we gaan nu het massagespel koekjes bakken doen. En daarvoor mag je, als je het koekje wordt, rechtop gaan zitten. Dan zit de ander achter je. Of je gaat weer lekker zo liggen. Je kunt natuurlijk altijd een kussentje even onder je hoofd leggen, zodat je lekker ligt of zit. Nou, dit is weer het kind dat ik ga masseren. En we beginnen weer eventjes zoals we altijd beginnen. Je legt je handen even op de schouders, zodat je even kunt wennen aan hoe dat voelt. En kijk weer of je de adembeweging onder je handen kunt voelen van degene die gemasseerd wordt. En degene die gemasseerd wordt. Die voelt misschien wel de warmte van de handen op je schouders of op je rug. En dan gaan we het massagespel beginnen. We beginnen met onder op de rug een hele grote kom neer te zetten. Waar we het deeg in gaan maken. Dus je drukt met je handen een soort van schaal onder op de rug. En het eerste wat we doen is het meel eventjes zachtjes in de kom laten dwarrelen. En we gieten er een klein beetje melk bij. We doen er twee eitjes doorheen. Tik, tik, tik. En je laat het ei zo in de kom dwarrelen. Even denken, suiker moet er ook nog bij. Suikerkorreltjes in de kom. En dan hebben we de boter ook uit de koelkast gelegd en die moeten we nog even in blokjes snijden. Dus je legt het blok boter neer en je snijdt het in kleine blokjes. En die blokjes pak je op en stop je ook in de kom. En dan is het tijd om eerst even te roeren. Je roert alles door elkaar. Nog lekker even kneden. Dus dan pak je met je handen de rug vast en dan kneed je het deeg goed door elkaar. En degene die gemasseerd wordt, die mag weer aangeven of het wat sterker mag, wat harder of wat zachter juist. Ja, dat het in ieder geval altijd fijn voelt. En dan ga je het deeg helemaal glad maken. Ga je het uitstrijken. Misschien heb je wel een roller. Dat je het nog eventjes helemaal als een platte plak glad rolt. Als we dan een mooie platte plak hebben van het deeg. Dan gaan we de vormpjes eruit snijden. En je kunt zelf kiezen welke vormpjes je doet. Dus misschien kies je wel voor letters. Of misschien kies je voor cirkels. Of misschien wel voor allerlei andere vormen. Driehoekjes, vierkantjes. Dus
Misschien heb je wel leuke bloemenvormpjes. Misschien wel hartjes. Dus teken maar wat voor koekjes jij leuk vindt om te maken. Misschien wel je naam. En als je de koekjes dan gemaakt hebt, je kunt ook even op pauze zetten als je nog niet klaar was. Maar ben je wel klaar, dan warm je even de oven goed op. Rijk je handen goed warm. En als je die warme handen dan op de rug legt, dan kan degene die gemasseerd wordt voelen dat de oven lekker warm is. En dat de koekjes gebakken worden in de oven. Tel je zachtjes in je hoofd tot 10. Pling! En dan is de oven klaar. En dan mag je eens een koekje gaan proeven. Als je plukt met je vingers op de rug om het koekje. Andere koekjes doe je even in een schaaltje. Kunnen straks nog geproefd worden. Dan maak je nog even met een doek het aanrecht schoon. Alle kruimeltjes wegvegen. Sluit je af met je handen op de schouders. Dan mag degene die gemasseerd is de ander bedanken. En dat is natuurlijk weer heel fijn om eventjes om te wisselen. Dus veel bakplezier nog. Tot de volgende keer.